Hallo, ik ben dokter Frode Geijmans. In deze korte video bespreek ik met mijn cliënt of Botox wel of niet verslavend is. Botox geeft een mooi resultaat. Het maakt je huid wat gladder, je ziet er wat frisser uit. En Botox werkt tijdelijk, dus het werkt ook weer uit. En in die zin willen mensen dat graag herhalen. Dat zou je als verslaving kunnen zien, maar je zou het ook kunnen zien als iets van, ja, je vindt iets mooi en dat wil je continueren. Hoe merk je dat mensen, hoe begeleid je mensen als mensen steeds maar meer en meer willen tijdens een consult? Ja, dus wat voor ons het belangrijkste is, is om mensen te begeleiden in het mooi ouder worden. Nou, en een cliënt heeft een bepaalde gedachte in haar of zijn hoofd. En soms is het heel glamorous, van oh, hoe gladder, hoe mooier. Nou, het is dan aan ons om uit te leggen van, joh, het gaat niet om gladheid, het gaat om schoonheid. En op het moment dat je mensen kan uitleggen van, joh, probeer dat beeld nou niet na te streven, maar probeer gewoon mooi ouder te worden. Dan kunnen we ook voor zorgen dat mensen niet te veel botox willen doen en dat het gewoon natuurlijk blijft. Is het moeilijk om mensen af te remmen? Ja, mensen afremmen is wel moeilijk, want iedereen heeft zijn gedachte van ik weet zelf beter wat goed voor me is dan die arts of die persoon die voor hem zit, of haar zit. Dus je moet best wel overtuigen en daar pakken we ook veel tijd voor. Dus met 3D-foto's en een consult van een uur vaak wel, om mensen echt uit te leggen van joh, naar onze visie is het mooier om wat minder botox te doen en in die zin minder vaak te doen en eigenlijk die soort van verslaving tegen te houden. En om die manier te begeleiden om mooier oud te worden. Ja, zoals je ziet, botox verslavend of niet, ja, het geeft een mooi resultaat. Maar wil je nou meer informatie geven over, of hebben over botox, kijk dan of even op onze website of bekijk een van onze andere video's.